Nu het telexnet van het ANP in gebruik wordt genomen, is het wel van belang u eens te laten zien hoe het nieuws vroeger de couranten bereikte. Kwam een bericht telefonisch binnen, dan werd dit stenografisch opgenomen, uitgewerkt op de schrijfmachine en gestenseld. De snelste wijze van expeditie was dan per fietsjongen naar de verschillende dagbladen of naar de trein voor de verschillende redacties in het land. Tot welke moeilijkheden dit kon leiden, ziet u hier. Een verbetering was het instellen van de radioomroep via Scheveningen. Bericht nummer 45 uit Genève. De Valkenbondsraad is hedenmorgen. In geheime zitting bijeengekomen. De bezwaren bij deze radioomroep waren ook vele. Toen de raad tot openbare beraadslaging overging, deelde de president onder doodse stilte mede. Hallo ja. Onder doodse stilte. Zoals het nu gaat. Via de helzenders komen de berichten uit Parijs, Londen en Berlijn binnen en zonder dat iemand zich hiermee bemoeit, worden de uitgezonden etertrillingen onmiddellijk in leesbaar schrift op de papierband vastgelegd. Deze letterstrook wordt opgeplakt. Het nieuws wordt op de telexzender getikt. En op hetzelfde ogenblik schrijven op 76 plaatsen in het land de uit Amsterdam geseinde tekst neer. Hier ziet u een der telexontvangers, zoals die bij de dagbladen, staan opgesteld in werking. Doordat de telexmachine bij de verschillende kranten blijft aanstaan, vinden de diverse redacteuren 's morgens kan en klaar op de rol de berichten die gedurende de nacht zijn overgeseind. Zo is het mogelijk dat u het laatste nieuws vanuit de verste uithoeken der wereld enige uren later in uw krant vindt, doordat Nederland nu beschikt over een telexnet dat meer dan 1400 kilometer lang is. Het grootste